open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen van harte welkom hier in deze zaal en alle mensen die het op een andere wijze volgen. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Raap. Dank u wel. Goedemorgen. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Ik zal u daarom beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de waarheid en niet dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? En mij nazeggen, dat beloof ik. Dat geloof ik. Dank u wel. Meneer Raap, u bent sinds 2007 directeur Financiën en Deelnemingen op het ministerie van Financiën. U vertegenwoordigt de staat als aandeelhouder in de NS, de Nederlandse Spoorwegen. Wij gaan twee verhoren met u houden. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden het proces enigszins chronologisch af te pellen. En daarom hebben wij een onderdeel wat wij vandaag met u willen bespreken. En op een later tijdstip spreken wij elkaar opnieuw over een andere fase waarbij u betrokken bent geweest. In dit verhoor willen we het met u in het bijzonder hebben over de periode 2007-2009. Daarin komen een aantal zaken aan de orde. De betrokkenheid van het ministerie van Financiën bij de HSL Zuid. En komen wij te spreken over het memorandum van overeenstemming. Ook wel bekend als het MOU, maar wij blijven spreken in termen van memorandum van overeenstemming. Tussen de staat en de NS, -HSA. HSA, het speciale bedrijf dat was ingericht om het vervoer tot stand te brengen over de HSL Zuid. Wij komen ook te spreken over het uitstel van betalingen van dat speciale Special Purpose Vehicle, zoals het wel wordt genoemd, dat speciale bedrijfje voor het vervoer. En wij spreken over de garanties die voor een toekomstige redding van HSA waren bedacht. Allereerst wil ik met u spreken over het aandeelhouderschap van de Nederlandse Spoorwegen. Want als u directeur Financiën wordt en u vertegenwoordigt de staat als aandeelhouder, dan komt u op een bepaald moment in aanraking met het hele HSL-dossier. Kunt u de commissie schetsen wanneer dat was en wat uw eerste beeld was? Allereerst, de functie is directeur financieringen, niet financiën. Ik werd op 2007 inderdaad directeur financieringen. U vraagt ook naar mijn persoonlijke betrokkenheid op dat dossier. Dat was op dat moment niet aan de orde. Ik had met mijn plaatsvervanger een taakverdeling afgesproken, zoals dat gebruikelijk was op het ministerie. Waarbij hij de verantwoordelijkheid had om het dossier NS te behandelen. En hij had ook een eigen rapportagelijn naar de minister. Zodat die notities, de adviezen die hij stuurde, niet via mij hoefden. Dat neemt niet weg dat ik natuurlijk wel een stukje, dat ik wel een eindverantwoordelijkheid had. Ja. En dat ik ook wel op de hoogte was van wat er zich afspeelde, omdat wij daar natuurlijk met elkaar over spraken. Maar mijn persoonlijke betrokkenheid op dat moment die was er niet. Maar de charme van een eindverantwoordelijk is altijd dat hij verantwoordelijk is voor wat hij weet, maar ook voor wat hij niet weet. Zo werkt verantwoordelijkheid altijd. Laten we dat even met elkaar schetsen. Het ministerie van Financiën heeft verschillende rollen wanneer het gaat om deelnemingen. En eigenlijk wanneer het in brede zin gaat om financiën. Want aan de ene kant is er natuurlijk het aandeelhouderschap daar belegd. Maar aan de andere kant is het ook de hoeder van de schatkist. Dat wordt belegd bij de Inspectie Rijksfinanciën. Wordt vaak aangeduid als de IRF. Zo komen we ze zelfs tegen in de kranten. Maar dat is dus de andere kant van financiën. Hoeder van de schatkist en aandeelhouderschap. Hoe verliep nou de samenwerking op uw departement tussen deze twee diensten, mag ik het diensten noemen of afdelingen? Ja, directies. Directies. Nou,
voor zover ik dat heb kunnen nagaan, verliep dat goed. Als je ook, u heeft ook de stukken gezien, dan ziet u vaak dat daar gezamenlijke notities aan de minister worden gestuurd. En mijn beeld was dat de samenwerking daar goed was. Dat er natuurlijk wel eens accentverschillen zijn. Er zijn ook verschillen in perspectief. Kunt u daar eens op ingaan, want dat is ons ook opgevallen. Dat daar wel eens wat over is geschreven. Wat waren dan soms de verschillen van perspectief? Nou, dat mijn club, de directie financiering, kijkt natuurlijk meer naar de lange termijn levensvatbaarheid, de rentabiliteit van projecten. En bij de inspectie kijken ze natuurlijk vooral of de sommetjes kloppen voor de begroting. Mm-hmm. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn. Soms moet je een uitgave doen op dit moment om een grotere baten in de toekomst te verzekeren. Dat kan verstandig zijn, maar dat kan dan budgetair technisch gezien niet passen en dan doe je dat niet. Maar ook het omgekeerde, dat iets op dit moment misschien goed is om de sommetjes voor de begroting kloppend te krijgen, dat hoeft niet een verstandige economische beslissing op langere termijn te zijn. Als je kijkt naar de bedrijfseconomische realiteit. Herken ik dat nou ook als de klacht die wel eens in algemene zin wordt geuit? Zo van, het is soms heel lastig om als overheid op lange termijn te denken, omdat we op korte termijn dan misschien investeringen doen die dan weer ingewikkeld zijn weg te schrijven. Dus het verschil tussen een soort boekhoudkundige insteek en een economische lange termijn insteek. Ja, moet ik dat zo begrijpen? Ja, ik weet niet precies waar u op doelt. Ik denk dat we dat binnen het ministerie van Financiën goed belegd hebben. Dus aan de ene kant een club die dus erop let dat de rijksbegroting goed draait en voldoet aan de internationale normen, de normen die we zelf hebben gesteld daaraan. Nou, aan de andere kant zijn er natuurlijk ook directies zoals de mijne die dan weer die langere termijn insteek inbrengen. En door goede samenwerking en naar elkaar te luisteren en die minister vanuit beide perspectieven te informeren, komt er denk ik een goed beleid tot stand. Okay. Gewoon twee verschillende invalshoeken die uiteindelijk toch weer mooi samenkomen. U schetst en er wordt in Nederland ook behoorlijk veel geïnvesteerd, ook overheidsinvesteringen. Daar doen wij het in Europees verband vrij goed in. Dus het is denk ik ook niet zo dat je kunt zeggen dat er in Nederland, doordat er een te sterke boekhoudkundige inslag zou zijn, dat er te weinig geïnvesteerd zou worden. Dat nee, zo breed bedoelde ik het niet. Maar gewoon om het even helder te krijgen, hoe gaan soms de hoe schuren soms de invalshoeken? Laat ik het zo duiden. Maar u zegt, het komt mooi samen, waardoor er een evenwichtig beleid wordt gevoerd. Hoe wordt er eigenlijk gekeken binnen het ministerie van Financiën naar een ministerie als, noem het nu even Verkeer en Waterstaat, want dat was de periode waarin we met name spreken, later INM, maar we zitten een beetje in die tussenfase. Maar hoe wordt gekeken naar dit? Op dat moment had ik daar zelf dus niet veel directe betrokkenheid bij. Dus, hoe daar werd gedacht? Want we hebben er natuurlijk ook wel notities over gelezen. Nou ja, u heeft ik heb het verhoor gezien, gelezen in de krant van minister Zalm. En die schreef dan af en toe dingen in de kantlijn, hè, zoals schandelijk amateurisme, geloof ik, is hier over het voetlicht gekomen. En ik denk ook als je kijkt naar hoe de aanbesteding is verlopen, dat je daar inderdaad wel wat vraagtekens bij kan plaatsen. Maar dat was allemaal nog voor de tijd daarbij betrokken. Ik heb daar zelf eigenlijk niet zo'n opvatting over die tijd, want u vraagt naar mijn opvattingen en ik had daar geen directe blootstelling aan het departement op dat gebied. Nee, dat snap ik. En dat gaan we ook niet aan u vragen, oordelen en inzichten. We vragen u naar feiten. Terecht dat u ons daarop wijst. Maar toch even, herkent u het als ik u zeg dat er af en toe bij financiën het beeld ontstaat dat sommige departementen niet heel goed opletten op de financiële consequenties van besluiten die misschien qua vakdepartement interessant lijken, maar dat de financiële consequenties soms onvoldoende worden gezien en dan niet in de terminologieën die misschien de minister van Financiën af en toe op zijn stukken schreef. Maar in ieder geval dat binnen Financiën men er wel zorg over had of andere ministeries zich zo wel over de financiële consequenties bekommerden. Ja, ik heb nooit echt verantwoordelijkheid gedragen binnen het ministerie voor de begrotingskant. Dus ik heb altijd op de meer algemeen economische dossiers gewerkt. Dus dan is het allemaal weer van horen zeggen. Maar heeft u dat horen zeggen? Zegt u? Maar heeft u het dan ook van horen zeggen? Ja, ik denk dat dat wel. Dat een vakministerie natuurlijk eerst en vooral, en de ambtenaren die daar zitten, ook worden afgerekend op het realiseren van beleidsdoelstellingen. En als je dat
Als je dat voor elkaar krijgt en je kunt nieuw geld bij de minister van Financiën lospeuteren, openlijk of door slimme trucjes, dan is de verleiding soms wel eens te groot, denk ik. Oké. Ik geef het woord aan de heer Van Gerven. Ja, ik ga met u verder, meneer Raap, over het fenomeen gezamenlijke werkgroep Verkeer en Waterstaat en Financiën. En dat gaat om de periode maart 2008. En dan spreekt minister Eurlings met de directie van NS en HSA over de problemen van de infrastructuur, maar ook over de financiële problemen bij HSA. En afgesproken wordt dat er dan een werkgroep wordt geformeerd. Dat is dus NS-HSA aan de ene kant, dus de spoorwegen, en aan de andere kant het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Financiën. En die gezamenlijke werkgroep moet kijken naar mogelijkheden om HSA tegemoet te komen binnen de kaders van de Europese wet en regelgeving. En resultaten van die werkgroep die blijven eigenlijk uit. En die werkgroep heft zich ook op. Waarom lukt het niet om vooruitgang te boeken? Nou, dat weet ik niet, want dat heb ik niet. Ik heb in de stukken niet kunnen aantreffen wie er in die werkgroep zaten en hoe het verloop van de werkzaamheden in die werkgroep is geweest. En ik ben er zelf niet bij betrokken geweest, dus het spijt mij, maar dat kan ik u geen antwoord op geven. U weet dat de werkgroep zich heeft opgeheven? Nee, dat weet ik niet. Nee. Dat is u niet bekend. Nee. En welke rol speelt de informatieverschaffing van NS in die werkgroep? Of wellicht het gebrek aan informatieverschaffing bij het gegeven dat die werkgroep zich na enige tijd weer heeft opgeheven zonder resultaat? Ik weet niet of ik de vraagstelling helemaal begrijp. Nou, die werkgroep die is ingesteld om te kijken naar de problemen van HSA, de dochter van NS, die het vervoer op de HSL moest regelen. En die werkgroep stopt omdat ze geen resultaten kunnen boeken. Nou, dat lijkt mij dan op dat moment een verstandige keuze. Als je geen resultaten kunt boeken, moet je niet doorgaan. Maar ik heb daar geen eigen herinnering aan. Hè? Okay. Dus u bent op zoek naar iets, maar als u misschien... Nee, maar wij hebben geconstateerd dat die werkgroep onverrichter zaken is gestopt. En dat een element daarin is de informatieverschaffing van NS die alsmaar niet kwam. Maar dat is u... Als u het zo vraagt, dan kan ik daar wel iets over zeggen. Kijk, ik heb gezien uit de stukken, en dat is op zich wel interessant, denk ik, dat in de mensen van mijn directie die daarbij betrokken waren, dat waren de mensen niet van de deelnemende kant, dus niet de mensen die verantwoordelijk zijn voor de invulling van het aandeelhouderschap, dat waren de mensen van de PPS-kant. Dus wij zagen dat... En PPS staat voor? Publiek-private samenwerking. En het contract wat met de NS is afgesloten, kun je zien als een soort van PPS. De HSL-infrastructuur is ook via een PPS-contract, DBVMO-contract, althans de bovenleiding, aangelegd. Dus wij hebben dit gezien als een probleem in de uitvoering van het contract. En daar hebben we dus onze mensen die daar verstand van hebben voor ingezet. Wij zagen dat dus op dat moment niet als een probleem van het aandeelhouderschap. Dus er is een andere club van mij daarbij betrokken geweest. En wij waren van mening dat, als ik het zo uit de stukken zie, dat er een liquiditeitsprobleem was. Daar is een discussie over geweest tussen met name INM en NS. Wij vonden ook dat dat de partijen waren die met elkaar aan tafel moesten zitten. Concessieverlener, VNW op dat moment, en NS, die hebben met elkaar een contract afgesloten. Daar ontstaan problemen. Dan moeten die twee partijen met elkaar in de slag om tot een oplossing te komen. En wij hebben vanuit onze rol als expertisepartij op het gebied van contracten onze expertise aangeboden. Vanuit mijn club, vanuit de Rijksbegroting is natuurlijk ook meegekeken van, nou, dat moet allemaal wel worden opgelost binnen de budgettaire grens. Maar we hebben dat niet op dat moment gepercipieerd als een zaak waar de aandeelhouder heel actief op moest sturen. Je hebt een raad van bestuur, die sluit een contract.
Die is ook leidend in het bedrijf, heeft het initiatief binnen het bedrijf. Die heeft een contract getekend en die is ook verantwoordelijk voor de oplossing daarvan. Ja, u heeft gezegd van nou ja, het zijn de PPS-deskundigen binnen het ministerie van Financiën die zijn aangeschoven. Ja. En wat was het resultaat van dat overleg van die werkgroep? Nou, van die werkgroep nogmaals, ik heb in de stukken dus niet herkenbaar aangetroffen dat er een werkgroep was, wat de samenstelling was, wanneer die is begonnen, wanneer die is geëindigd. Ik zie wel, ik heb in mijn dossier aangetroffen een reeks notities met adviezen aan de minister van Financiën. En daar zie je dus inderdaad dat wij het ook zo neerzetten als, nou, dit moet INM en NS met elkaar oplossen. Er is een liquiditeitsprobleem. Dit moet worden opgelost. En op een gegeven moment zie je ook dat er over de contouren van een oplossing wordt gesproken. Nou, het heeft inderdaad een zekere aanlooptijd nodig. NS vraagt op een zeker moment van, kunnen wij een structurele verlaging van de concessieprijs krijgen? Nou, dan zegt INM op zich terecht van, nou, dan willen wij wel wat meer gegevens hebben van jullie. Dat vinden wij ook. Hè. Wij vinden vanuit Financiën, als je wil gaan praten over structurele tegemoetkoming, dan moet je ook inderdaad kunnen constateren hoe de business case ervoor staat. En of je dan met aanpassingen de business case weer solide kunt maken, want alleen dan is het zin om met extra geld over de brug te komen. Nou, de NS vroeg dat dus, maar wilde niet de gegevens leveren. Ja, dan hebben wij gezegd, ja, dan krijg je ook die structurele tegemoetkoming, staat dan niet op de agenda natuurlijk. Je kunt niet aan de ene kant vragen en niet leveren. Dus dat is dan, denk ik, onze rol vooral geweest. Dat we hebben gezegd, ja, weet je, als de NS die informatie niet wil leveren, dan krijgen ze ook niet waar ze om vragen. Ja, dus dat was voor Financiën inderdaad, ja, je moet wel openheid van zaken geven, anders kunnen we niks bespreken. Ja. Daar kwam het feitelijk op neer. Ja. Ja. Goed, dan ga ik met u door in iets later in de tijd, en dat is de aanloop naar het memorandum van overeenstemming. De afspraak of de totale deal die gemaakt wordt, zeg maar, in 2008 tussen NS en de overheid. En Verkeer en Waterstaat, die gaat dan zelfstandig door met het zoeken naar oplossingen nadat die werkgroep, zoals ik het genoemd heb, gestopt is. En maar goed, in september 2008 meldt Verkeer en Waterstaat zich toch weer bij Financiën om hulp in de onderhandelingen met HSA. En daar werd dus aan Financiën gevraagd, in haar rol van aandeelhouder, dus dat was uw positie, om NS aan te sporen toch meer te bewegen. En hoe reageerde Financiën op dat verzoek? Ja, dat kan ik mij niet zo. Want ja, nogmaals, ik ben daar niet bij betrokken geweest. Dus ik moet het doen met de informatie die ik in de dossiers heb aangetroffen. En wij hebben, onze algemene lijn was, INM en NS moeten dat oplossen. Ik neem aan dat er best een keer een signaal ook vanuit het ministerie als aandeelhouder is gegaan van, jongens, NS, jullie moeten je wel constructief opstellen. Los dit op. Want het ging even, want u was het niet persoonlijk, begrijp ik. Wie was binnen uw organisatie, wie vulde feitelijk, zeg maar, het aandeelhouderschap uit? Nou, dat was mijn plaatsvervanger destijds. Ja. En wie was dat? De heer Schaai. De heer Schaai, die deed eigenlijk, die vervulde die rol. Ja. En die heeft zich niet, of het ministerie heeft zich niet geroepen gevoeld om op verzoek van Verkeer en Waterstaat toch, zeg maar, in de rol van aandeelhouder, wat het ministerie, die functie die u uitoefende, om NS te zeggen, luister eens, u moet toch wat meer doen voor HSA, in de zin van het verschaffen van wat extra kapitaal of het meer bereid zijn om gegevens te overleggen. Dat is niet gebeurd. Nou, dat weet ik niet. Dat kan best dat het wel gebeurd is. Maar in het algemeen vonden wij wel dat dit een zaak was tussen VNW en NS. En dat zij er met z'n tweeën uit moeten komen. Dat zijn de twee partijen die bij het contract betrokken zijn. Dan moet je natuurlijk erg oppassen als aandeelhouder dat je dan aan die onderhandelingstafel plaats gaat nemen en daarmee het evenwicht tussen die twee partijen, vraag en aanbod als het ware, gaat verstoren. Ja. He, want ja, je kiest dan eigenlijk altijd verkeerd. He? Dus je moet het echt aan de twee
contractpartijen overlaten. Er zit in zo'n contract een bepaald evenwicht. Dat is tot stand gekomen. Er is een evenwicht tussen rechten en plichten. Anders komt de overeenkomst ook niet tot stand. Als er een probleem is, dan moet je proberen tot een nieuw evenwicht te komen. En ga je dan als aandeelhouder daar plomp verloren, dan verstoor je altijd de balans. En komt dat dus nooit een goede overeenkomst tot stand. Dus wij hebben daar gezegd, nee, vanuit de filosofie rond dat contract is het niet passend dat wij over de Raad van Bestuur heen daar heel actief een rol gaan spelen in dat overleg. Dus echt aan die twee contractsluitende partijen om dat op te lossen. Ja, of er informele aansporingen zijn gedaan naar de NS-top, dat kan ik niet beoordelen. Dat kan ik niet beantwoorden, dat weet ik niet. Is het zo dat als INM nou had gezegd van luister, de concessievergoeding moet worden verlaagd. Dat is ons voorstel om uit de problemen te komen. En want de concessievergoeding was met 148 miljoen was enorm hoog voor HSA. Had u dan wel bewogen, zeg maar, in de rol van aandeelhouder? Als INM had dus, aangeboden de concessieprijs te verlagen. Ja, dus stel dat INM gezegd had, er gaat 1/3 van die concessieverlaging of van die concessie af. Mm-hmm. Ik noem maar, want dat was de discussie rond die jarenlang gespeeld heeft. Stel dat INM dat voorstel had gedaan, had dan het ministerie van Financiën in de rol van aandeelhouder wel bewogen? Had u dan wel? Nou, dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf. Ik denk dat dat wij als aandeelhouder dan de vlag zouden hebben uitgehangen. Hè? Van 1/3 van de concessieprijs af. Dat is alvast een flinke verbetering voor de business case. Is dat? Maar ik denk dat mijn budgettaire collega's, mijn begrotingscollega's, dan zeggen, hé, hoe wordt dat gat van pakweg 10 maal 50, hoe wordt dat gedekt? Ja. He, want je slaat dan meteen een groot gat in de begroting van INM. Ja. Dus ik denk dat dan meer de begrotingskant in het geweer was gekomen dan de aandeelhouderskant. Aandeelhouderskant. Goed. Begin oktober, ik ga weer iets verder, 2008. Dan staat er een overleg gepland tussen minister Eurlings en minister Bos. En als er geen oplossing komt voor de HSA, dan is een faillissement eigenlijk ligt op de loer. Of is aan de orde voor de HSA. En die gederfde concessieinkomsten, die zouden een aanzienlijke klap opleveren voor de rijksbegroting. En de vraag is nu, was het in het belang van de staat, dus dat HSA gered zou worden, of moest worden, ondanks dat onrealistische bod uit 2001 en de weigering ook van NS-HSA om toch open kaart te spelen? Nou ja, vanuit mijn aandeelhoudersrol, hè, met die pet, en daar zit ik hier ook voor, was onze positie nou niet bepaald dat HSA tegen iedere kost moest worden gered. Onze mening was, NS, Raad van Bestuur en commissarissen zijn akkoord gegaan met een contract. Daar zijn ze voor verantwoordelijk. Zij moeten dat oplossen. Als dat niet kan en de zaak is niet te redden, dan is de oplossing niet om daar maar oneindig veel geld in die bodemloze put te stoppen. Dan is een ordelijke afwikkeling, lees faillissement, voor ons een reële optie plus een nieuwe aanbesteding. Zo zaten wij daar als aandeelhouder in. Niet alleen toen, maar ook later in 2010, 2011. Ja, begrijpelijk, want dan verbetert eigenlijk de financiële positie, zeg maar, van NS of HSA. Of HSA stopt dan en dan wordt de positie van NS beter. Maar hoe zat het bij de begrotingskant van de financiën? Nou ja, die maakte zich dan bij een faillissement natuurlijk zorgen over het gat in de begroting van INM. En de positie dan is natuurlijk van ja, als daar gaten in jullie begroting ontstaan, INM, dan zijn jullie verantwoordelijk. En dan moet er specifieke dekking komen vanuit het departement Verkeer en Waterstaat. Ja, dat was dan moet, als er dan een groot gat valt in de begroting, dan moet Verkeer en Waterstaat dat oplossen. Ja, dat zijn de spelregels. Ja. Dat was de. En daar speelt dan het ministerie van Financiën in het oplossen van die financiële problematiek geen rol? Nee, we leggen dat. Hè, want INM heeft ook geprofiteerd van de ingeboekte opbrengsten voor de concessiefee. Die sloegen neer op de begroting
van Verkeer en Waterstaat. Daar zijn ook uitgaven tegenover gepland, in de sfeer van investeringen in infrastructuur, met name spoorinfrastructuur. Als dat geld dan niet komt, dan moet je natuurlijk kijken hoe je die begroting weer kloppend kan krijgen. En daar is dan het ministerie van Financiën ook wel bereid om daar af en toe een suggestie te doen, hoe je die bezuiniging of kan invullen. Maar de verantwoordelijkheid ligt bij het vakdepartement. Ja, precies. Die moet eigenlijk, het vakdepartement moet de zaak dan ook oplossen. We hebben in eerdere verhoren, is al aan de orde geweest dat die concessie eigenlijk, die in 2001 is verleend en de hoogte van het bedrag van toen is vastgesteld, dat dat niet in later tijd niet reëel is gebleken. En had NS in een nieuwe aanbesteding een veel lagere concessievergoeding kunnen gaan betalen? Dat weet ik niet, want dat is natuurlijk niet echt aan de orde geweest, een nieuwe aanbesteding. Maar er waren natuurlijk wel gedachten over. Nou, niet, als, niet. Als je nieuw aanbesteedt, wat dat zou kunnen genereren. Nou ja, ik heb begrepen ook uit het dossier, maar nogmaals niet uit eigen waarneming, dat inmiddels Europese wetgeving en regelgeving was veranderd. Waardoor bij een nieuwe aanbesteding kon je dus het exclusieve recht op rijden over die HSL niet meer gunnen aan HSA-dochter van de NS. En dat had betekend dat natuurlijk een veel mindere opbrengst zou zijn gerealiseerd. Ja. Even afrondend op dit punt. Is er nog een afweging gemaakt, zeg maar, tussen bedrijfseconomische overwegingen? Hè? Want failliet gaan, dat heeft u al gezegd, voor NS zou wellicht, of voor HSA, niet NS, zou eigenlijk de beste oplossing zijn, puur financieel geredeneerd. Maar dat betekent natuurlijk wel gezichtsverlies voor NS, maar ook zeker voor de verantwoordelijke politici en de minister, minister Eurlings in dit geval. Heeft dat ook een rol gespeeld in de discussie wel van wel of niet failliet laten gaan? Niet zozeer bij ons. Onze taak is het toch vooral om de cijfers en alternatieven op te stellen en tegen elkaar om inzichtelijk te maken voor die ministers, zodat zij optimale besluiten kunnen nemen. In onze advisering heeft dat geen rol gespeeld. Wel wijs je er natuurlijk op dat een faillissement van HSA tot reputatieverlies kan leiden voor de NS. Dat hebben wij wel natuurlijk in notities benoemd. U heeft het benoemd, maar goed, u heeft daar zelf niet het beleid op ontwikkeld. U heeft dat meer in signalerende zin van. Nou ja, er zijn natuurlijk het alternatief faillissement en ordelijke afwikkeling moet je natuurlijk meenemen. Omdat dat als het ware de soort basisvariant is in een bedrijf dat dus niet goed rendeert. Moet je altijd even kijken van wat gebeurt er als we dit inderdaad ze niet ingrijpen. Wat zijn dan de consequenties? Financieel, reputatie. En hoe weeg je dat dan tegen de alternatieven van wel ingrijpen? Wat dan dus meestal wel ergens pijn gaat doen. Ja. Hetzij bij de NS. Hetzij bij INM. Dus ja, je moet die alternatieven goed tegen elkaar afwegen. En wat waren de consequenties van een faillissement in uw oordeel? Nou, dan had je in ieder geval een stop gezet aan de potentiële lek van geld. NS was natuurlijk ook verplicht om tot een bepaalde hoeveelheid garantiekapitaal beschikbaar te stellen. Nou, dat hadden ze dan moeten doen, maar dan stopt het ook. Dus het had in ieder geval een stop gegeven aan de financiële weglek-effect. Dan zit je natuurlijk nog wel met het probleem, er rijden geen treinen. Dus dat is heel vervelend voor de reiziger. En je hebt dan een probleem, er vallen gigantische hoeveelheden concessieopbrengsten weg op de begroting van INM. Dus dat is niet een hele aantrekkelijke, maar wij adviseren dus vanuit onze rol als aandeelhouder. Zeg ja, vanuit de aandeelhouder bezien is faillissement een serieuze optie. Dus dat heeft u geschetst. Ja. En dan zou er opnieuw aanbesteed moeten worden? Dan zou er opnieuw aanbesteed moeten worden, ja. Ja. Maar onder de randvoorwaarden dat dan dus door veranderde Europese regelgeving er dan geen exclusief recht meer aan de nieuwe exploitant kan worden gegeven, zodat ook
bij voorbaat duidelijk was dat de opbrengsten niet in verhouding zouden staan tot de oorspronkelijk geraamde opbrengsten op de begroting van INM. Daar speelt ook nog een ander feit. Het is niet alleen maar dat Europese recht. Het is ook dat in de tijd van dat die aanbesteding tot stand kwam, we praten dan eind jaren 90, begin 2000, was natuurlijk een tijd dat, het is de tijd van de dotcom-bubbel, de enorme stijging van aandelenkoersen. Aan geld was geen gebrek. Ja. Iedereen, er was een hoge economische groei, dus ook de reizigersaantallen, de projecties daarvan, die waren heel hoog. Bedrijven werden op hele hoge niveaus gewaardeerd. Dat betekent ook dat dan de waarde van zo'n concessie daarin meegaat. Nou, en inmiddels, in 2008, zaten we natuurlijk nog niet helemaal. Hè. De echte klap van de financiële crisis moest op dat moment nog komen. Maar we wisten wel, als je ook kijkt naar de economische ontwikkelingen en de beurskoersen, er was al wel, zeker in Amerika, al een flinke klap gevallen. Er werd ook gespeculeerd over wat dat zou betekenen voor Europese banken. En niet heel veel later is die klap dan ook wel gekomen. En dan is het ook, in die context speelt ook dan het verslechterde economische klimaat mee natuurlijk in wat een exploitant dan bereid is te bieden en wat hij kan bieden. Ja, goed. Het is duidelijk hoe uw rol was. Ik geef het woord aan de heer Elias. Ja, nog één hele korte vraag op dat laatste punt. Dus vanuit uw rol binnen financiën, er waren ook andere rollen, was het, laten we zeggen, de meest rationele bedrijfseconomische beslissing om in ieder geval serieus te overwegen HSA failliet te laten gaan. Dan wel gecontroleerd te laten afwikkelen vanwege de reputatieschade of wat dan ook, maar in ieder geval te stoppen. Dat advies, dat was ook dat meegenomen in uw advies. Dus de reden om dat niet te doen, niet failliet te laten gaan, was een politieke beslissing. Nou, het is niet zo dat wij hebben geadviseerd, laat het maar failliet gaan. Maar we hebben gezegd, dat is wel een van de opties waarnaar je moet kijken. Ja. En natuurlijk hebben wij ook gerealiseerd, kijk, het allerbeste en is... En om die optie niet te nemen, was dus een politieke beslissing. Politiek maatschappelijk, de reizigers, noem maar op. Ik zou het niet zo willen formuleren dat ambtenaren hebben geformuleerd, laat maar failliet gaan en dat politici... Dat zei ik niet. Nou, u gaf aan dat dat een van de opties was. En voor die optie is op politiek maatschappelijke gronden door de politici, u adviseert alleen maar, niet gekozen om die optie te nemen. Ja, maar wij hebben ook wel, wij hebben de verschillende opties geschetst. En een van de opties was dus ook kijken of je de pijn op een nette manier kan verdelen. Dat heb ik uit een van onze notities gehaald. Het lijkt ons dat je moet overwegen de zaak failliet te laten gaan, tenzij de pijn zo kan worden verdeeld dat een betere uitkomst oplevert. Ook al omdat er dan treinen kunnen blijven rijden. Die adviezen hebben we allemaal gelezen. Die zijn echt heel genuanceerd. En daar kun je uitkiezen. Nee, maar zo is het ook gebeurd. Hè. Dus we hebben niet geadviseerd van laat maar failliet gaan. Dat wou ik ook even... Nee, maar het was helder. Een van de opties. Het was wel een van de opties, tuurlijk. Ja. We zitten eind november 2008. En dan komt er een conceptmemorandum van understanding, een eerste versie, zeg maar, nog niet getekend. Maar er komt een eerste versie tot stand tussen de NS, HSA en minister Eurlings. Er wordt een startdatum voor het vervoer afgesproken. HSA krijgt uitstel van betaling en de staat zal maatregelen nemen als HSA failliet zou gaan. Vat het even samen. Wat vonden de ambtenaren van Financiën van dat concept, van die eerste versie van overeenstemming? Hoe keek u daar tegenaan? Nou ja, dat suggereert weer dat ik daar op dat moment een opvatting over had. En dat had ik dus niet. Wat ik uit de stukken lees. Hè, want ik kende het stuk op dat moment ook niet, want ik was er niet bij. Wat ik uit de stukken lees is, komt bij mij het beeld naar voren. Nou, dat we blij waren dat er een oplossing was. En dat de pijn dus inderdaad min of meer verdeeld was. En dat in ieder geval het liquiditeitsprobleem opgelost was. U weet... Dus ook niet, begrijp ik uit uw antwoord, wat minister Bos van dat concept van overeenstemming vond? Nee. En ook dat haalt u niet uit de stukken? Nee.
Ik heb dat allemaal bekeken, aantekeningen gemaakt. Maar... Financiën had steeds gehamerd op meer transparantie, hè, vanuit HSA. U heeft dat net nog gezegd. Je kunt niet vragen en niet, je kunt niet aan de ene kant vragen en aan de andere kant niet leveren. Komt NS HSA de staat dan bij dat conceptmemorandum voldoende tegemoet, vindt u? Sorry? Komt in dat conceptmemorandum van overeenstemming de staat wel voldoende tegemoet als het gaat om nu eindelijk een keer de stukken en de onderliggende gegevens op tafel te krijgen? Nee, naar mijn idee niet. Hè, want er is wel wat informatie geleverd door de NS. Dat heb ik ook gezien. Dat is wat schetsmatige informatie over cashflows en vermogenstekorten. Maar dat is nog niet een integrale business case. Dus dat is, in die zin was het illustratief, die informatie, dat je ziet, ja, er is een probleem. Maar dat geeft geen inzicht in de business case as such. Dat is een keuze van de NS geweest om dat zo te doen. Dat betekent dus dat je geen structurele tegemoetkoming kunt geven. En er is dus het liquiditeitsprobleem, wat er was en wat de NS wel geschetst had. Dat is opgelost door dat memorandum of understanding. Dat betekent dat HSA vooruit kan. Tot het moment dat er treinen gaan rijden, was op dat moment de verwachting. En tot het moment dat er dus inkomsten worden gegenereerd. Dus die tijd kon overbrugd worden. Dat was het idee. Het memorandum of understanding was een akkoord om tot een overbrugging te komen van die tijd waarin we zaten, 2008, dat er wel uitgaven waren, maar geen inkomsten, naar de tijd dat de treinen zouden gaan rijden en er inkomsten zouden zijn. Ja. In precies diezelfde tijd vindt ook een discussie plaats tussen NS en het ministerie van Financiën over een, nou, wat wij dan zijn gaan noemen, superdividend. Ja. En wat u ook in die tijd zou noemen. Ja. Vanwege, ik vat het ook weer samen, vanwege de riante vermogenspositie van NS op dat moment, was een eenmalige uitkering van extra dividend van NS aan de aandeelhouder aan de orde. En de hoogte van dat superdividend die wordt dan uiteindelijk in oktober 2009 afgerond op 1,4 miljard euro. Dus aan de ene kant vinden er gesprekken plaats over het afromen van overtollige middelen van de NS in de vorm van een superdividend. En anderzijds dreigt de NS-dochter HSA failliet te gaan en heeft HSA een acute behoefte aan middelen. Lag het dan toch niet voor de hand om een deel van dat kapitaaloverschot van NS rechtstreeks aan te laten wenden door NS om HSA te redden? Had de NS niet gewoon uit zichzelf of onder druk van financiën moeten bijstorten bij HSA? Wat is daar op uw visie? Nou, dat vind ik. Wat was destijds daar op uw visie? Nou, de visie destijds was dat we dat niet moesten doen en dat is de visie nog steeds. Kijk, u zegt bijstorten om te redden, maar je redt het daarmee niet. Het probleem van een slechte business case en van een bijna failliete HSA is dat er dus geen inkomsten staan tegenover uitgaven. Als je er dan kapitaal instort, dan los je aan dat probleem niks op. Er zijn geen inkomsten. Dus wat je ieder jaar doet, is dus de verliezen wegfinancieren via een kapitaalstorting. Nou, dat is verliesfinanciering. Je verbrandt geld. Je stopt er geld in wat eigenlijk meteen alweer weg is. Europees technisch mag dat ook niet, waarschijnlijk. We hebben dat niet eens getoetst, omdat we het ook niet gedaan hebben. Maar ik denk dat het Europees, vanuit de Europese staatssteunregels ook niet kan. En het is ook buitengewoon onverstandig, omdat dat geld van het superdividend, dat is aangewend om investeringen in de spoorsector te doen. Die zijn nuttig, leveren maatschappelijk nut op. En die zou je dan in deze visie storten in een onderneming die geen enkele kans op rendement heeft. En dat lost dus niets op. Dat is geld verbranden. Dat gaat tegen het belang van de belastingbetaler in. Tegen het belang van de reiziger in, want die wordt daar ook niet door geholpen, denk ik. En daarom hebben we het ook nooit overwogen. En wat je dus in zo'n situatie moet doen, is kijken of je de business case kunt verbeteren, zodat het gat tussen inkomsten en uitgaven wordt verminderd. En als dat het geval is, en je hebt dan nog steeds behoefte aan kapitaal, dan zou je een kapitaalstorting kunnen overwegen. En dan kun je bekijken van, moet de NS dat doen, moet de staat dat doen, of moet INM dat doen, hè? Maar ja, dat was dus niet aan de orde. En verliesfinanciering, zonder dat je iets doet aan het gat tussen inkomsten en uitgaven, is een buitengewoon... ik zit er dus als aandeelhouder ook, of met name om de belangen van de belastingbetaler te vertegenwoordigen.
Zou dat in het in nadeel zijn van de belastingbetaler. Ja. U legt het glas helder uit, maar jarenlang was de positie van de staat, de NS heeft dat enorm hoge bedrag geboden om die concessie binnen te krijgen eind 2001. En verder is het probleem van de NS, los het maar op. Ja. Die positie van de staat is dus op enig moment drastisch gewijzigd. Nee. Maar dat moet inderdaad opgelost worden in onderling overleg. Niet alleen de NS heeft daarbij een rol. Ook de verdrags, ook het ministerie van INM of VNW, die heeft ook dat contract afgesloten. En beide zijn dus verantwoordelijk. Dus dat moet in onderling overleg worden opgelost. Dat was onze positie. Wat we dus niet moeten doen in zo'n situatie is dan als aandeelhouder met de geldbuidel rammelen, want dan doet niemand meer iets. Ja. Eigenlijk legde u net uit dat het een bewuste keuze was om niet tegen de NS te zeggen, ga dat probleem bij HSA maar oplossen, omdat... Zeiden we dus wel, alleen we zeiden niet, stop er maar meer geld in. Nee, sorry, ja. Door er meer geld in te stoppen, want dat is geld verbranden dat deels ook bij de staat terecht zou kunnen komen in de vorm van superdividend. Stel dat men dat wel gewild had, waren er dan ook allerlei technische bezwaren om dat te doen? Of zegt u, ja, daar zijn we eigenlijk niet eens aan toegekomen, want we wouden het gewoon niet? Nee, wij vonden dus uiterst onverstandig om kapitaal te storten, eigen vermogen, in een tent die dus bijna geen inkomsten genereert. Maar, en als je het gewild had, dan zouden er mededingingsregels, staatssteunproblematiek enzovoort zijn opgetreden. Maar aan die fase kwam u eigenlijk niet eens toe. Nee, we vonden het eigenlijk economisch al onverstandig. De onderhandelingen over dat superdividend die verliepen moeizaam in 2008. En daar was u wel bij betrokken. Nou, helaas voor u niet. Ja. Maar ik kan er wel wat over zeggen. Ja. Vanuit meer het algemeen. Wat was het probleem? Ten eerste nog steeds geen gegevens natuurlijk. Want dat is de constante. Mag ik dan tussendoor even aan u vragen? De heer Meerstad die vertelde je gisteren, ze kregen alles wat ze hebben wilden. Wat ze vroegen, kregen ze. Hoe moet ik dat zien? Nou, Meerstad heeft er wel iets bij gezegd. Ja, binnen de randvoorwaarden van het toenmalige contract uit 2004. Nee, ik heb het verhoor niet gezien. In de krant heb ik gelezen van als men via een derde kon men alle informatie krijgen die nodig was. En dat vinden wij in ieder geval vanuit financiën niet voldoende. Bij een discussie over een superdividend wil je ook gewoon echt toegang hebben tot alle informatie. En heeft u concreet, of financiën dan, concreet op een bepaalde manier naar gegevens gevraagd, die ook in die business case moeten hebben gezeten, en toen te horen gekregen, nee, dat kan alleen via een derde en onder bepaalde condities? U praat nu over de discussie over het superdividend. Ja, ja. Of in eerdere stadia, gewoon waar u weet van heeft. Ja. Nou, er is toen, en dat kan ik ook uit stukken lezen, en dat heeft toen mijn plaatsvervanger ook wel met mij gedeeld, dat het ongelooflijk moeilijk was om toegang te krijgen tot die informatie. Ongelooflijk moeilijk betekent dat het uiteindelijk gelukt is? Nou ja, er is uiteindelijk heeft men een modus gevonden. Er is toen een adviseur ingehuurd, dat was ING. En daar waren zowel NS als het ministerie van Financiën als aandeelhouder gezamenlijk opdrachtgever bij. Maar rechtstreeks, als u die gegevens vroeg, specifieke gegevens uit het ondernemingsplan of de onderliggende cijfers daarvan, kreeg u ze niet? Dat liep dan via die adviseur, zo heb ik het begrepen, in het kader van die discussie. Wij konden alle vragen stellen aan die adviseur, die heeft vragen beantwoord. Dus aan het eind van de rit zie je dan ook dat in de adviezen aan de minister staat, nou, we hebben echt wel het gevoel dat dit een goed gezamenlijk proces was. En de uitkomst was natuurlijk ook zeer tevredenstellend met die 1,4. En de eerdere kansberekeningen, hè, je schetst bepaalde opties. En we hebben wel eens eerder aan de minister geschetst dat er bijvoorbeeld dat er rekening moest worden gehouden dat er 1 miljard uitkwam. Maar wat en er kwam 1,4 uit, dus wij waren eigenlijk buitengewoon tevreden met het resultaat. Ja, maar wat ik steeds niet begrijp is waarom, kijk, u bent aandeelhouder. Dus je kunt als aandeelhouder toch zeggen, ik wil die gegevens nu hebben. Ja, zeker. Maar dat ben ik helemaal met u eens. Ik was daar niet bij betrokken. Dit is wel mijn modus operandi vandaag de dag. Als wij informatie willen, dan vind ik ook dat de onderneming die moet verschaffen. En dat is ook op dit moment trouwens de praktijk met de NS. Dus er is ook
in de loop van de tijd wel wat veranderd in de samenwerking. Er zitten ook andere mensen. En er is nu een andere manier van werken met de NS en trouwens ook met een heleboel andere deelnemingen. Maar waarom heeft Financiën... En ik accepteer inderdaad, op dit moment zou ik dat gedrag niet accepteren. Maar waarom heeft Financiën niet gewoon vanaf dag 1... Dat weet ik niet. Dag 1 dat ze in 2005... Nou ja, dat, kijk... Ik maak even mijn zin ik maak even mijn vraag af. Sorry. Waarom heeft Financiën niet vanaf dag 1 in 2005... toen ze dat aandeelhouderschap verwierf gezegd... wij willen die stukken op tafel, linksom, rechtsom, boven, over, onderlangs? Nou ja, kijk, daar eerst moeten wij zelf een noodzaak vinden om die gegevens te hebben. Hè? En dat deed zich dus voor bij de situatie over het superdividend. Nou, daar is lang touwtrekken aan vooraf gegaan. Wil je dat bekorten, dan kun je natuurlijk op een gegeven moment tegen iemand zeggen, tegen de raad van bestuur of, weet je, als het niet goedschiks komt, dan maar kwaadschiks. Maar daar moet je natuurlijk altijd wel voorzichtig mee zijn. Want je moet wel met de mensen verder. Je komt ze niet alleen dan tegen, ook op andere momenten. En u weet zelf hè, dat je natuurlijk met het stellen van de vertrouwenskwestie voorzichtig moet zijn. Maar dat komt op zeker moment wel in beeld. En als je terugkijkt op die periode, vind ik dat. Maar het is terugkijkend. Hè, ik ben er niet bij betrokken geweest. Dan denk ik van ja, er is veel tijd verloren gegaan met... gesteggel over informatievoorziening. Nou, dat zouden wij vandaag de dag hopelijk sneller voor elkaar kunnen krijgen. Met de huidige manier van werken met staatsdeelnemingen. En zonder dat we dan hoeven te dreigen met ontslag van mensen of de vertrouwenskwestie stellen. Ik spring weer even naar het andere onderwerp. Financiën hamerde steeds op... Nee, dat hebben we gehad. Een ander belangrijk punt voor Financiën, het loopt een beetje door elkaar heen, sorry, was dat er in die voorbereiding van dat memorandum waar we het over hadden, dat er aanvullende garanties van de NS voor HSA zouden moeten komen, daar hadden we het even over. Mm-hmm. En die komen er dan niet. Ze staan er in ieder geval niet in dat memorandum, in dat concept. Waarom eigenlijk niet? Weet u dat? Nee, dat weet ik niet. Dus ik zou dan moeten gaan speculeren. Lijkt me eigenlijk niet zo verstandig. Dan laten we dat even. In november 2008 richtte kritiek vanuit Financiën zich op de mogelijke budgettaire gevolgen van dat memorandum van overeenstemming. Het gaat dan met name, we hebben dat hier ook al een paar keer langs gehad, gisteren ook, om de bepaling in dat memorandum van overeenstemming dat als HSA vaststelt... dat ze omdreigt te vallen, dat dan de staat onder bepaalde voorwaarden maatregelen zal treffen, met de nadruk op het woordje zal, om een faillissement te voorkomen. Artikel 14 van dat memorandum van overeenstemming. En volgens onze gegevens ziet minister Bos in dat memorandum een stevig budgetair risico. Weet u of hij aanvankelijk van plan was om niet akkoord te gaan met dat memorandum zoals het er toen lag, vanwege specifiek dit risico? Nee, dat weet ik niet. Dat heb ik ook niet teruggevonden, eerlijk gezegd. Dus dat daar een bepaald risico aan zit. Kijk, deze vraag is ook aan de orde geweest in het besloten voorgesprek. Daar was ik niet bij. Nee, maar uw voorganger wel. Die heeft dat punt toen ook genoemd. En daar heb ik ook op geantwoord. Kijk, daar staat ook nog iets belangrijks bij in dat artikel 14. En er staat dan... Parafraseer het een beetje, binnen de grenzen van de concessievoorwaarden of binnen de grenzen van de concessieovereenkomst. En dan moet je weer kijken naar artikel 15 van die overeenkomst. En daar staat in... Uit 5 december 2001. Ja, nou ja, de precieze datum, dat weet ik niet. Maar daar staat in, het komt er in ieder geval op neer, dat een structurele tegemoetkoming alleen mogelijk is als er externe oorzaken zijn. Dus oorzaken die niet aan de NS zijn toe te schrijven. En dat andere verlagingen alleen maar tijdelijk of van beperkte aard kunnen zijn. Dus dan heb je het over uitstel van betalen. En in die zin valt het budgettaire risico natuurlijk nog wel mee. Hè, even voor mijn goed begrip. U zegt dus eigenlijk... dat die bepaling die zei, de staat zal dat regelen, dat is daarmee een garantie, die werd weer teniet gedaan op grond van een andere bepaling in het eerdere contract met de NS,
Waar stond, zoals u net zegt in artikel 15, dat kon je daarmee weer een beetje wegfietsen. Nou, niet helemaal, hè, want er staan natuurlijk wel mogelijkheden in opgenoemd, maar dat beperkt wel het risico. Dus, zegt u nu, vond u toen, het stond mooi daar op papier en het leek ook heel wat, maar we hadden wel een achterdeurtje waardoor we er weer vanaf konden. Ja, in de stukken wordt het ook beschreven als een procesafspraak vooral. Van als er problemen zijn, gaan we met elkaar aan tafel om het op te lossen. En dat was ook mijn insteek toen in dat besloten voorgesprek. En toen werd het een beetje gebracht van nou, hier werd de deur wel wagenwijd opengezet. En was ik een beetje in verwarring gebracht daardoor. En toen, thuiskomend gecheckt, het was gelukkig toch wel behoorlijk afgekaderd door die verwijzing naar de grenzen van de concessieovereenkomst. En daarmee is dus ook onze interpretatie dat het hier vooral ging om een procesafspraak, wordt hierdoor ook wel ondersteund. Maar voor de NS stond dat natuurlijk wel mooi. De staat gaat het oplossen. Nou, zo stond het er niet. Hè. Alleen bij een externe oorzaak. Hè. Maar niet als de NS zelf de zaakjes niet op orde heeft. Oké. Dan moeten we even heel precies een paar data langs. Een paar data. 3 december... schrijft minister Bos een brief aan minister Eurlings, die door minister Eurlings wordt geduid als Bos is akkoord met het concept van het Memorandum of Understanding. Als je die brief leest, dan is dat zo in de kern, maar er zitten ook enorm veel mitsen en maren die hij in die brief formuleert. Vat ik dat goed samen? Nou, ik ken die brief niet. Nogmaals, we praten nu over een precieze procesmatige stap in dat dossier waar ik op dat moment geen actieve betrokkenheid bij had. Dus dat kan ik niet zo voor de geest halen. Oké. Dan wordt op een gegeven moment de Kamer geïnformeerd per vertrouwelijke brief dat memorandum eraan komt. En dat is gelijktijdig met een brief die de Raad van Commissarissen van de NS schrijft aan de minister van Financiën, over het superdividend. Waarin zij zeggen, er liggen nog een paar hangpunten en één van de problemen die moet worden opgelost is het HSA-dossier in het kader van de discussie over het superdividend. Herkent u dat? Ja, ik heb die brief toevallig gisteravond nog voorbij zien komen. Mede ook naar aanleiding natuurlijk van het verhoor van de heer Veenman. En de krantenberichten daar weer over, waardoor ik werd getriggerd. Dus ik heb die brief gezien en die link is daar gelegd. En mijn interpretatie daarvan is, die link is afgewezen. En die is niet tot stand gebracht. Door wie? Nou, in ieder geval niet door de aandeelhouder. Wij hebben nooit een toezegging gedaan richting de NS dat dit zou worden opgelost als dat superdividend er maar kwam. En wat de heer Veenman met het ministerie van INM of VNW in dat moment heeft besproken, dat weet ik natuurlijk niet. Het is mij ook niets bekend van welke tegemoetkoming dan op papier dan ook van VNW. Maar ik weet in ieder geval zeker vanuit financiën is er nooit welke tegemoetkoming op dat punt gegeven. En dat staat u nog heel levendig voor? Dat staat mij niet levendig voor de geest, want ik was daar niet bij betrokken. Alleen in het dossier zie je daar op geen enkele manier iets van terug. Niet in de advisering aan de minister. En ook niet in de afspraken zoals ze uiteindelijk tot stand zijn gekomen. En ja, wij werken zo ook niet. Hè. Kom maar over de brug met dat superdividend, dan gaan wij in de toekomst alle problemen voor het HSA oplossen. Ja, zo werken wij gewoon niet bij financiën. En dat is ook niet gebeurd. En je ziet ook niet dat in de dossiers en in de advisering aan de minister, vind je dat ook niet terug. Dus het was mijn interpretatie van die brief, het was een inzet. Destijds. Het was een inzet van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, voor de gesprekken die toen in een afrondende fase waren. Daar is natuurlijk over gesproken, maar dat is niet gehonoreerd. Beschouwde u dat als een onoorbare insteek? Ja, op dat moment
was ik daar niet bij betrokken. Als ik nu terugkijk, dan, ja, dat is op zich niet ongebruikelijk dat een raad van bestuur, een raad van commissarissen zijn positie markeert om in het onderhandelingsspel een duidelijke positie in te nemen. Hoe dat op dat moment werd ontvangen door mijn mensen, door mijn plaatsvervanger, dat durf ik niet te zeggen. Ik was niet betrokken bij die gesprekken. In dat memorandum, eerder besproken, werden er wel een aantal dingen uiteindelijk aan elkaar gekoppeld. Waar financiën eerder helemaal geen voorstander van was. Niettemin ging minister Bos dus kennelijk toch akkoord. Maar kunt u voorbeelden geven van de dingen waar wij eerder helemaal niet mee akkoord waren? Nou, bijvoorbeeld dat de staat dus dat in ieder geval, zoals het leek, een groter risico op zich nam om bij te springen financieel bij HSA. Dat was een van de voorbeelden. Nee, maar dat heb ik net uitgelegd, dat onze interpretatie is, en ook ik heb uitgelegd waarop die gestoeld is dat dat met name een procesafspraak was en dat dat dus niet de deur openzette van wij gaan dat voor jullie eventjes oplossen. Dat is trouwens ook niet wat gebeurd is. Duidelijk. Ik kijk even of collega Van Gerven nog een aantal vragen heeft. Ja, meneer Raap, ik wil even door op dit punt. Dus het verknopen van, laten we zeggen, bij de afspraken rondom het superdividend over het verknopen van bepaalde vraagstukken van NS die dat op het bordje ook van de overheid wil leggen. U zegt ja, wij hebben dat niet gedaan met betrekking tot de oplossing van de problematiek van HSA. Maar er is wel degelijk toch een koppeling gelegd, bijvoorbeeld met de tarieven op het spoor voor het hoofdrailnet, ProRail. Ja. Kunt u dat eens schetsen, hoe dat is gegaan? Ja, omdat als je natuurlijk kijkt naar een superdividend, hoeveel vermogen kun je uit de reserves van de NS trekken, dan moet je natuurlijk ook een langere termijn projectie maken van de inkomsten en de uitgaven. En een hele relevante categorie is natuurlijk wat de NS moet betalen voor gebruik van de concessie van het hoofdrailnet en ook voor gebruik van het spoor aan ProRail. Als daar grote schokken in gaan ontstaan naar de bovenkant, belemmert dat natuurlijk hoeveelheid vermogen die je dan uit de NS kan trekken. Dus dat is een volstrekt logische link die dan wordt gelegd. Anders zou dat heel onverantwoordelijk zijn wat we zouden hebben gedaan. Die afspraak is wel gemaakt? Dat zie je ook terug in de brieven. Is het dan ook niet logisch om toch wat af te spreken over de HSA, die ook voor de continuïteit, zeg maar op langere termijn, en de al of niet winstgevendheid van NS als geheel natuurlijk relevant is? Nou nee, dat vonden wij dus niet. En dan heb ik net uitgelegd waarom wij dat niet verstandig vonden op dat moment. Omdat dat zou betekenen dat wij geld dat rendeert gaan aanwenden in een richting die niet rendeert. Daar doen we en de belastingbetaler en de treinreiziger geen plezier mee. Dus daarom hebben we dat niet gedaan. Ja, dat verandert niet. U zegt op die andere twee punten wel. En op het HSA-dossier hebben we die verknoping gedaan. We hebben natuurlijk rekening gehouden met de verplichtingen die de NS contractueel had richting HSA. Die zitten natuurlijk in die raming van hoeveel geld je uit de NS kan trekken. Dus die werden volledig gehonoreerd. Maar we hebben natuurlijk niet geanticipeerd op NS moet daar maar meer geld in stoppen. Want dat had ook effectief betekend dat dan de belastingbetaler de problemen bij de HSA oplost. Het is niet de NS, het is de belastingbetaler die het oplost. En dan waarschijnlijk op zo'n manier dat we over 5 jaar weer een discussie krijgen van er is geld tekort. Want er is aan de business case helemaal niets opgelost op die manier. Dus dat is een hele economisch gezien, maar ook met een duur woord, hè, vanuit onze fiduciaire plicht richting de volksvertegenwoordiging, richting de belastingbetaler, vind ik dat een niet te verdedigen positie. Dus dat hebben we ook niet gedaan. En daar sta ik ook nog steeds achter. Nu is zeg maar NS akkoord gegaan met het memorandum van overeenstemming. Waarom zijn ze akkoord gegaan? De NS. Ja, want nou, omdat ze in ieder geval hun liquiditeitsprobleem opgelost zagen. En in ieder geval weer eventjes voorwaarts konden tot het moment dat de treinen gingen rijden. En dat is dan natuurlijk het moment van de waarheid. Dat was voor ons ook het moment van de waarheid.
En ik heb eerder al gezegd, je moet dus als aandeelhouder en als Rijk, moet je natuurlijk oppassen om als een bedrijf een contract sluit, als dat dan niet goed uitvalt, om dan al te gauw klaar te staan met de helpende hand. Want ze zijn zelf verantwoordelijk en ze moeten die organisatie ook wel onder een zekere druk plaatsen om het maximale eruit te halen, om maximaal efficiënt te gaan opereren, keihard te gaan werken, om nog zoveel mogelijk geld uit hun concessie te gaan halen. Als wij bijvoorbeeld zeggen, nou, wij gaan het allemaal wel oplossen voor jullie, dan doet niemand meer een extra stap. En dat is dus juist wel de bedoeling in dat model aandeelhouder-bedrijf, dat je natuurlijk ook de prikkels geeft dat iedereen zich bovenmatig inspant. Maar als je kijkt naar dat memorandum van overeenstemming, artikel 14, waarin staat, als er sprake is van discontinuïteit, een mogelijk faillissement, dan zal de staat kijken wat er mogelijk is. Is dat toch niet een soort vangnet, zeg maar, voor HSA? Nee, ik heb dat net uitgelegd wat onze visie daarop is. Wij hebben dat altijd geïnterpreteerd als een procesafspraak. En die heel duidelijk beperkt was door de verwijzing naar de grenzen van de concessieovereenkomst. En dan met name het gestelde in artikel 15 van die overeenkomst, waarin staat dat je dat maar in een heel aantal beperkte situaties kan doen. Zeker, en dat zou alleen dan voor die onvoorziene externe omstandigheden. Ja. Anders loop je ook tegen de grenzen van Europees aanbestedingsrecht, staatssteun. Hè, dus het is ook sowieso langs die wegen heb je al natuurlijke begrenzingen wat je kunt doen. Maar artikel 15 perkt dat nog verder in. Weet u of Verkeer en Waterstaat een soort toezegging heeft gedaan, die we niet kunnen lezen in het memorandum van overeenstemming, maar een soort mondelinge toezegging, we gaan echt helpen als de nood aan de man is bij HSA? Nou, dat is mij niet bekend, niet uit de stukken. Maar heeft dat nergens nooit gehoord of gelezen? Nee, ik heb dat ook niet horen zeggen. Nee. En dat was ook niet onze insteek, niet op dat moment. En ook niet toen de discussie later over dat onderhandelakkoord begon, was dat ook niet onze insteek van, oh, we hebben een toezegging gedaan, of er is een toezegging, we moeten wel te hulp schieten. Dat was onze insteek helemaal niet. Dus dat herken ik niet. Nee. De heer Elias nog? Ja, precies op dit punt. Want hoe verklaart u dan dat in de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van HSA Beheer terechtkomt de tekst een harde toezegging van de staat om HSA te redden kon om redenen van staats- en aanbestedingsrecht niet in de Memorandum of Understanding worden opgenomen. Mondeling is echter door de staat wel toegezegd dat men HSA niet failliet zal laten gaan. De staat heeft daar geen belang bij. Nou ja, dat laat ik dan voor rekening van degene die dat gezegd heeft. En het is de aandeelhoudersvergadering van HSA, en daar zaten volgens mijn informatie NS in en KLM. Ik geloof dat KLM er toen ook nog in zat. Dus wie dat dan gezegd heeft, die heeft dan blijkbaar een hele goede bron. Maar dan moet u dat aan die persoon. Maar u vraagt het nu aan mij. En zeker, mij is zo'n toelichting niet bekend. Zo'n toezegging niet bekend. Niet mondeling en niet op papier. En die zou u vanuit uw positie als eindverantwoordelijke bekend moeten zijn als iemand tijdens financiën zo'n toezegging zou hebben gedaan? Als financiën dat zou hebben gedaan, dan zou ik het weten. Ik heb nog één andere vraag. En dan ben ik ook klaar. Zijn over dat memorandum van overeenstemming en het superdividend, zijn beide punten in de ministerraad aan de orde geweest? Dat weet ik niet. U toch weten? Als dat zo zou zijn? Ik ben procesmatig bij dat proces niet betrokken geweest. Dus ik weet niet of dat in de ministerraad aan de orde is geweest. Zou het gelet op de verstrekkendheid van de gemaakte afspraken en de latere repercussies en consequenties voor de hand gelegen hebben om beide punten of een van beide in de ministerraad aan de orde te hebben? Nou, laat ik dan vanuit mijn eigen huidige praktijk antwoorden. Nee, ik vraag het vanuit uw positie destijds. Positie had ik dus niet, want ik was er niet bij betrokken op dat moment. Ik kan alleen zeggen, als wij vandaag de dag dit soort zaken zouden hebben, dan denk ik dat dit wel aan de orde zou zijn in de ministerraad. Beide punten?
Ja, dat denk ik wel. Omdat dat toch wel vrij grote financiële gevolgen. Nou, memorandum understanding misschien niet. Hè, omdat dat dan gaat van, nou ja, twee partijen hebben dat onderling opgelost. Maar ik vind dat... En omdat u nog dat uitweggetje van artikel 15 van het oude contract had? Nou, dat was volstrekt helder volgens mij op dat moment. Dus daarom die niet wellicht? Maar omdat het toch grote issues zijn. Vandaag de dag, nou ja, ik kan zeggen, van mijn huidige ervaring is, dan zouden we dat nu, denk ik, wel in de ministerraad, in ieder geval... Zeker voor informatiedoeleinden, door de minister van INM of door de minister van Financiën een toelichting geven. En is dat indirect ook dan het antwoord dat het destijds eigenlijk had gemoeten? Dat weet ik niet. Ik weet niet of het gemoet. Nou, dat vind ik wel heel erg moeilijk, want ik kan nu vertellen hoe we het nu zouden doen. En of dat had gemoeten, dat kan ik niet beoordelen. Mevrouw Vos. Ja, daar heb ik ook een vraag over. Het gaat inderdaad over de relatie tussen de staat als aandeelhouder en de NS. Een van haar deelnemingen. U zei net, toen we het hadden over de moeilijke relatie en de informatiepositie van de staat en de soms weigerachtigheid van de NS. Op een gegeven moment zei u, dat werd beter. Mijn vraag is, ligt dat dan aan de mensen? We hebben gisteren met de heer Meerstad hier een uitgebreid gesprek over gehad, over die relatie. Of lag dat aan het actiever aandeel deelnemingenbeleid, wat toen ingezet was in 2007, dat je je ook meer mocht bemoeien? Waar lag dat nu aan? Nou, misschien beide wel. Hè. Aan de ene kant hebben we natuurlijk ook een actiever aandeelhouderschap hebben dus opgetuigd. Mocht meer? Zegt u? Mocht u zich meer bemoeien? Nou, mocht. We gingen het in ieder geval doen. Hè. Volgens mij hadden we in het verleden die bevoegdheden ook wel. Maar de insteek in het verleden was natuurlijk, staatsdeelnemen gaan we in beginsel privatiseren. Ja. En daar hoort dan ook wel een wat terughoudende rol bij als aandeelhouder. Omdat je in de toekomst, je wilt het bedrijf klaarmaken voor privatisering. Dan moet je natuurlijk ook een zekere terughoudendheid hebben. En toen met de nota deelneming in 2007 is natuurlijk voor gekozen om de huidige portefeuille... in principe in beheer te laten bij de overheid, tenzij... Hè, dat is... En ook met het sturen publiek belang, dat stond er volgens mij ook in. Ja, en dat betekent dan ook in die situaties, als je dan zegt, nou, wij zijn nu voor de voorzienbare toekomst een permanente aandeelhouder bij deelnemingen, dat, ook vanuit het publieke belang, dat je dan ook je daar actiever in gaat opstellen en dat je ook gaat kijken hoe je dat publieke belang vorm kan geven. En u zei, het lag ook aan de mensen. Ja, dat denk ik ook. Dat speelt ook altijd mee. Nou, als je elkaar ziet, vaker ziet, hè, dan ga je ook wat meer wennen aan elkaar en ga je ook wat meer begrip voor elkaar krijgen. Dus dat helpt in de eerste plaats. Er kwamen ook een aantal andere mensen in de raad van bestuur van de NS. En ik heb niet zozeer met de voorgangers van hun gewerkt, hè, maar met die nieuwe mensen heb ik wel gewerkt. Met name dan vanaf medio 2010, toen ik zelf echt... Met wie waren dat dan? Dat waren mevrouw van Vroonhoven en de heer Robbe. Daar hadden wij op dat moment vanuit onze rol de meeste contacten mee. En nou, dat was wel, als ik het dan vergelijk met de verhalen van mijn voorganger, was dat wel een hele verandering. Oké, ik geef het woord aan de voorzitter. We komen tot een afronding van dit gesprek, maar ik zit als jurist goed te luisteren. En juristen zijn altijd heel erg geboeid als financiën spreekt, want het is natuurlijk twee werelden, de juristen en de sommenmakers als ik ze chargeer. Maar het zijn, als ik hier naar luister, wel echt twee werelden. Omdat ik niet voor niets het verhoor begon met u was de directeur financieringen en deelnemingen. Maar ik heb u heel vaak horen zeggen vandaag, daar was ik niet bij betrokken, ik heb het uit de stukken. Maar u bent toch gewoon de verantwoordelijke van wat er allemaal gebeurt onder u? Ik snap dat niet. Nee, maar nou ja, dat wil ik nog wel even uitleggen. Ik had destijds een vrijgestelde plaatsvervangend directeur, die geen eigen takengebied had. Dus wat je dan doet in zo'n geval, dat je als directeur en plaatsvervangend directeur het takengebied onder elkaar verdeelt. Jij doet de NS, ik doe dit, jij doet dat. Mm-hmm. En dan was het ook zo dat hij had een eigen tekenbevoegdheid, een eigen mandaat. Dus hij kon ook zelf de stukken naar de minister sturen, de adviezen, zonder dat aan mij voor te leggen. Als je ook kijkt in de stukken, dan ziet hij ook dat de meeste stukken, daar staat zijn paraaf op.
En natuurlijk hebben wij dan wel gesprekken over hoe het gaat op de verschillende dossiers. En natuurlijk ben ik verantwoordelijk van dat daar dingen gebeuren die in lijn zijn met het algehele deelnemingenbeleid. En dat daar verstandige economische beslissingen worden genomen. Nou, ik denk ook dat ik vandaag op dat soort punten heel veel toelichting heb gegeven. Maar als u mij vraagt van wat gebeurde er op dat moment en wie schreef welke brief op welk moment en wat staat erin. Ja, die soort informatie heb ik natuurlijk niet paraat, omdat ik daar niet bij betrokken was. Dat snap ik wel. Alleen het bijzondere is altijd dat het... het zijn miljardenbedrijven waar de staat aandeelhouder van is. En het lijkt een beetje alsof dus één iemand dat doet en dan is er een directeur en dat is zijn pakje aan. Hij zet zijn handtekening en het zal wel. Dit is het beeld bij mij. Dan moet ik dat toch even corrigeren. Dat lijkt me dan heel fijn. U bent verantwoordelijk, ja. U bent de directeur financieringen en deelnemingen. Ja. Dus wat wij vandaag hebben besproken, vindt, zo kijkt deze jurist ernaar en deze commissie hecht daaraan, onder uw verantwoordelijkheid plaats. Ik heb ook toegelicht dat ik sta achter iedere beslissing die door financiën is genomen. Ik heb ook toegelicht wat de gronden zijn waarom we die beslissingen hebben genomen. En daar sta ik ook achter. Dus ik loop ook niet weg van mijn verantwoordelijkheid. Nee. Ik heb, waar ik kon, antwoord gegeven op de vraag. Ja, een aantal zaken waar je niet bij betrokken bent geweest, gegeven de taakverdeling. Wie zei wat op welk moment? Ja, dat moet u mij niet euvel duiden dat ik dat niet weet. Maar ik heb iedere onderbouwing, iedere beslissing, iedere positie die wij innemen, heb ik kunnen onderbouwen waarom we dat gedaan hebben. En daar sta ik achter. Dat zijn verstandige besluiten geweest in het belang van de belastingbetaler, in het belang ook van de schatkist. En daar sta ik nog steeds achter. Dus ik denk ook niet dat er een kwestie is van dat daar nou een lacune was. Ten eerste was mijn plaatsvervanger een buitengewoon capabel figuur. Daar zijn DG's en SG's en de minister zelf die natuurlijk ook meekijken. Dus het was niet zo dat er een gezagsvacuüm was. Hij had alleen een eigen lijn. En nogmaals, de beslissingen waren volkomen goed onderbouwd. Daar sta ik ook nog steeds achter. Daar loop ik niet van weg. En ik heb ook geprobeerd zo goed mogelijk antwoord te geven, inhoudelijk, op de vragen die u mij gesteld heeft. Helder. Maar zo'n vraag als de heer Elias net stelde van zo'n brief of zo'n besluit over zo'n overeenstemming, of die naar een ministerraad gaat. U zegt, dan gaat er wel een brief. Dat is niet iets waar ik me mee bemoei. Dan mag ik toch wel vaststellen dat dat wel onder uw verantwoordelijkheid op zo'n moment of niet is gewisseld. Want dat zijn toch de stukken die vanuit de directie gaan. Eerlijk gezegd, ik denk dat dat, als je ook kijkt wie op dat moment in de lead was, was dat het ministerie van INM, VMW. En ik denk dat daar, daar moeten ze primair nadenken over hun verantwoordelijkheid, ook richting de collega-ministers. Ik heb ook aangegeven dat vanuit de deelnemende kant, de aandeelhouderkant bij het MOU, wij niet direct betrokken waren, dat onze contractspecialisten waren. Ja, dan onderbreek ik u even. Dat zegt u omdat u aan ons vandaag duidelijk heeft gemaakt dat die koppeling superdividend echt in die oplossing van HSA uit de beleving van financiën wel op tafel is geweest. U zei letterlijk, er is over gesproken, maar het is niet gehonoreerd. Mm-hmm. En dat maakt dat u ook vanuit uw positie daar een stap terug deed en dat wat u betreft INM in de lead was. Want u bent eigenlijk niet in die verzoekstroom meegegaan vanuit financiën. Dat hebben wij toch goed begrepen? Nee, die link is niet gelegd en ook niet gehonoreerd vanuit financiën. Maar dus er was op dat moment ook geen budgetair probleem. U heeft gezegd, het is wel besproken, maar het is niet gehonoreerd. Ja. Oké. Wij sluiten dit verhoor, maar wij zien elkaar terug. Ja, oké. En wij schorsen de vergadering tot 11:00.